aangekomen bij USA. We gaan nu even knallen. Even een scoopje nemen zo en dan gaan we rammen. Juist. Let's go. Wanneer je alleen maar stinkbidons bij je hebt. Ja, je alles weer moet schoonmaken. Dat is echt kloten. Hij is wel prima. Dat is wel nog mee. Als we eiwit in hadden gegeven. Kun je hem wegdoen, jongen. Ja, dus niet beginnen. En ver is ze. Gaan we er zo door, jongen. Oeh, hij ziet er goed uit. Een droog zakje in je potlood. Oh. Of toch niet? Dit is de tropical. Deze zijn te snel op, daar hoeft daar niet bij, hè? Nee, deze gaan snel op. Kijk. Niet te veel schudden, dan stuift alles eruit. Zonde, jongen, dat is zonde. Weet je wat ik denk ga doen met die pre-workout? Die de mooiste foto maakt op vakantie met mijn potje. Dus in het buitenland. Die krijgt gratis potje opgestuurd. Lekker, man. Dat is lekker wel lijp, niet? Ja, dat is wel lijp. Ik ga hem online gooien. Beetje jongens, creatieve mensen. Als jullie een pre-workout hebben en je gaat op vakantie, maak dan een mooie foto op een berg of doet er iets geks mee. Als jij de beste foto hebt, stuur ik jou een potje op. Nice. Hey. Dit zijn de echte. Oeh. We staan er netjes bij hier af te halen, USA reizen. KB Nutrition. Hoppa! Scoopje in de morgen, dag zonder zorgen. Het is niet lekker, hè? Hoho! Geen water nodig. Nee. Ik kan hem gewoon wegkouwen. Weg. Zijn we jong vrij? We pakken nu dus de shoulder press. Dat doen we omdat het een van de zwaarste oefeningen is voor de schouders. We beginnen met de eerste twee oefeningen van de schouderworkout. Dat zijn de zwaarste oefeningen. En daarna ga je steeds lichter. Ga je iets meer reps doen. Supersets. Maar dat gaan jullie zo zien. Zie je dat? Die dingen. Helemaal rond de gym. Waarschijnlijk, ja, niet te veel reclame maken. Op een van die dingen kom ik waarschijnlijk te hangen met KB Nutrition in USA. Super blij mee. Ik ga het nog laten zien in de video's als het klaar is. Ik ga nu even die shoulder press knallen. Ik pak hem aan de achterkant. Achter mijn hoofd langs. Let's go. Mensen denken dat de doping in de scoop zit. Maar dat zit er niet in, jongens. Het is gewoon vervangen van de koffie. Zorg ervoor dat je lekker beter kan pompen. Dat er meer bloed naar je spieren komt. Dat je beter kan rammen. Dus ja,
Je kan ook de hele dag bij het koffiezetapparaat staan en dan kan koffie leeg zuipen. Ja, wij nemen gewoon een scoopie. Een scoopie staat gelijk aan ongeveer 2-3 bakken koffie. Zo erg is het allemaal niet, jongens. Neem je scoops. We zijn aangekomen bij Superset Side Races. Deze pakken we 10 keer. Daarna doen we met 22 kilo doen we de shrugs. Lang vast, hou bovenaan, rustig zakken. Explosief omhoog, rustig zakken. Niet te veel uit je nek halen, want dan krijg je last van je hoofd en nek. We gaan beginnen. Yes, we gaan nu de buik trainen. We hebben de schouders even goed aangepakt. Dit zijn de oefeningen die ik in mijn schema heb voor de schouders. Heel af en toe wil ik nog een extra side raise erbij pakken. Ligt maar net aan de dag. Vandaag doe ik iets rustiger aan. Nu gaan we de onderkant buik trainen. Wat we gaan doen is je gaat hangen. En dan ga je met je benen naar boven. Houd je buik goed op spanning. Rustig zakken, explosief omhoog. Gaat worden. Gaan we naar de plank. Ik doe 3 keer 1 minuut. 3 keer 1 minuut. Dus ga je in plank positie. Ik zal het even wat doen. Dat hou je dan 3 keer 1 minuut vol. Laatste oefening voor de buik. Sit-ups. Easy. 3 sets van 10 tot 20 keer. Soms doe ik bij elke set pak een extra plaat van 10 kilo en doe ik het heel rustig uitvoeren. Andere keer doe ik 3 sets van 20. Doe ik iets meer pompen. Gewoon een beetje op gevoel die buikspieren kapot maken. Lekker toch? Done! Klaar! Bam! Hey jongens, we gaan nu even lekker wat eten. De spiertjes voeren, zodat ze kunnen groeien. Ik zie jullie straks. Shoppen met honger. Honger! Honger! We gaan zo lekker broodje kip maken, hete kip. Zin in! Zin in! Hoho, wat is dit lekker! Het geeft de hele... Lekkere hete kip. Wat dat? Wow. Moet eerlijk verdelen, hè? Ja, man. Eiwitjes goed verdelen. Samen groeien, jongen. Samen groeien. Ik denk 1 broodje kip. 2. Broodje hete kip, een broodje kipfilet. Lekker. Samen groeien. Hier. Hey. Ruik je weer wat? Had je mij gewoon hangen? Ja, bijna. Eet smakelijk, man. Eet smakelijk. Yes, dames en heren. Michel is al even weg. Ik was vergeten de outro te filmen, dus dat ga ik nu doen. Ik ben nu even een eiwitshakeje aan het maken. Chocoladesmaak, die drinkt zometeen onderweg naar werk op. Het is nu 12:30, dus ik moet bijna werken. Vonden jullie dit nou een toffe video? Gooi dan die duimpjes omhoog. Vergeet niet te abonneren, want bij de 500 abonnees wil ik iets heel tofs gaan doen. Dus zorg dat we naar die 500 abonnees gaan. Ik wil meer werken aan kwaliteit van de video's. Dus mijn seizoen komt eraan. Meer video's, mooiere video's, leukere video's. Dus zorg dat je geabonneerd bent. Dames en heren, bedankt voor het kijken. En ik zie jullie later. Ciao.